vanaf nu we beginnen aan propaganda tele 2025. U nog sabet hè? U nog klopt hè? Doe bij de na. Komen wij nou? Dan betijden we mijn waarschuw de mantagieren nou. U nog vast aan kiesstelsel. Bijna maar keer me. Ja, amai bedreig, amai disim tak nee. Jullie moeten me niet goed verstaan. Te takke 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 grof mij poor fini. We betagieren. Die ook kenken, als een kantoor van dilemma. Om een munkba, aan een herjarigba, bijna, constitutioneel hof tagere, aan de uitspraak, de mankenga kiesstelsel. En als je nog look boon, de mankenga kiesstelsel, onder de eens, je moet 34 zetel hebben. NDP moet eens zijn, ABOP moet eens zijn, PL moet eens zijn, VAP moet eens zijn. En voor nog veel nieuws refi, hoe neemt wat voor kiezing? Want er geen zetel, geen enkele district. Dus die betekent als matagere, als ze niet nog boem, om luxe te maken, dat de bergen in de boskonders, want ze zijn goedkope zetels daar. We hebben nog de, hoe kan ze op dat kinderen, als je bij 5 zetels, hij troon 4 of 3. Gelijkheid begint zo toch. Je spreekt aan ik ook. Maar ik denk dat naar binnenland, waar we een naki, hij nak aan herstelen. Aan enigste principaal van wens voor akistels dat kenki, naar Paramaribo, naar Wanica Wang. Maar alle andere districten hebben een probleem. Dus de meter was aan je, maar ik denk dat ook iemand nee, maar misschien aan de versie. Je hebt een visionair leider. Je loopt wat versie te wassen op sa. Dat heet hij de man dat de man dat hij komt van het binnenland, hij weet niks. Hij was never star next. Dan nooit een never star, zei psa. We moeten denken, een keer snel, snel, en wacht die ding. We dachten voor wijze geen kieswet. Constitutioneel hof, dat je me net onrechtvaardig. Wat is rechtvaardig? Jaar in, jaar uit. Ik ben 50 jaar in de politiek. Niemand praat van onrecht of rechtvaardigheid. Alles was goed. Maar nou van je niet denk. Die man wel wijzig aan kiesstelsel. Wel meteen persoonlijk. Ik ben persoonlijk tegen de wijziging van de kieswet. Persoonlijk tegen. Waarom? Omdat we hebben leren leven. Hoe liep je naar kieswet is hier? Niks naar de hand. NDP kon, NPS kon, wie ook kon. Maar we hebben gewerkt. En plotseling. En Brunswijk. Ik ben een democraat. Ik ben een gelovig mens. Als het constitutioneel hof. Want meneer is onrechtvaardig. Is niet rechtvaardig. Als andere groeperingen, als andere partijen, als de meerderheid wil hebben dat we moeten wijzigen, dan buig ik mee. Maar niet alleen Somohardjo moet buigen. Niet alleen ABOP moet buigen. Laten we het brengen naar het volk. Laat het een volksreferendum komen. Laat het volk beslissen. Laat het volk bepalen of de kieswet veranderd wordt. Dan kunnen we praten van een rechtvaardige wijziging. Dan is Isabi. Tijdens onafhankelijkheid had ik ook gepleit voor een volksreferendum. En de man onderschat u nu. De man dat Paelau, PL, Jampanis Lau, waarom volksreferendum? Geld was geen probleem, zie nu. Brangassa, daarom. Ik ben voorstander. Ik buig mee voor de meerderheid. Maar als het toch moet gebeuren, laat het volk beslissen. Laat niet alleen Brunswijk, niet alleen Somohardjo of Santo Cuvi dan ook, maar laat het volk beslissen. Volksreferendum.